Een goede avond, dames en heren. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom bij deze lezing over een misschien niet zo vrolijk onderwerp in ieder geval, als het gaat om depressies in dit geval. Voor degenen die vaker bij Studium Generale zijn geweest en ook wel eens een lezing over depressies hebben gevolgd, dan weten we dat het natuurlijk niet gaat om een slechte winter of een slechte bui, maar om vaak chronische langdurige klachten. En dat een hele trits is. Dat is al erg genoeg, maar als u goed heeft geluisterd of iets meer weet over depressie via dan onze lezingen of misschien ook uit eigen ervaring of eigen ervaring in uw omgeving, dan is het zo dat als je eenmaal een depressie hebt gehad, de kans toeneemt dat die depressie terugkomt. En als je dan weer een depressie hebt gehad, dat de kans weer verder toeneemt. En daarin is het natuurlijk heel erg belangrijk om te kijken van, goh, als dat nou eenmaal is geweest en we hebben gezocht naar een moment om het beter te maken. Het is al een hele zoektocht als mensen depressief zijn om te kijken naar wat is nou de goede balans tussen rust, medicijnen, therapie. Maar stel, het gaat goed, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken hoe voorkomen we dat er een terugval plaatsvindt. En het is natuurlijk heel prettig dat daar ook naar onderzoek naar wordt gedaan. En wel door Claudie Bokting. Zij onderzoekt dus therapieën ook om mensen wat weerbaarder te maken voor eventueel een volgende episode van depressie. Dus dat die terugval minder vaak voorkomt. En hoe dat werkt, wat dat is, hoe we daar meer focus op kunnen krijgen of zouden moeten leggen ook. Daar komt Claudie Bokting vanavond over praten. Ze praat ongeveer een uur en daarna is er nog tijd voor vragen. Professor Dr. Claudie Bokting is hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie, Amsterdam Medisch Centrum en Universiteit van Amsterdam. En u leest hier ook, ik vroeg er net al iets interessants, co-directeur Center for Urban Mental Health. En ik kreeg een interessant antwoord op wat dat eigenlijk precies inhield. Dus ik weet niet of we daarop terugkomen, maar mocht u aan het eind nog zitten, wat wordt daar precies mee bedoeld? Het antwoord is in ieder geval interessant, maar dat hou ik even voor me. Ik graag het welkom, Claudie Bokting. Nou, hartelijk dank voor de introductie en de uitnodiging in Maastricht. Maastricht ziet er nu ook prachtig uit, dus het is echt niet heel vervelend om hier te mogen komen spreken. En ook dank dat u de moeite nam om snel het eten op te eten, deze kant op te fietsen, op te lopen. En dan hier naar dit verhaal te komen luisteren. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk te vertellen over wat we inmiddels weten over duurzame effecten van de behandeling bij depressie. Mijn hoofdtitel is Wat als het goed tegenzit, is al heel mooi geïntroduceerd. Het gaat niet om kleine dipjes die we allemaal maar eens hebben, maar bij een depressie, in de meeste gevallen, gaat het om toch dat je dermate last hebt van een reeks van allerhande klachten, waardoor het eigenlijk bijna onmogelijk is om nog te functioneren, waardoor het soms ook niet eens mogelijk is om degene waar je bijvoorbeeld van houdt, om die liefde nog te kunnen voelen. Of waar, als je kinderen hebt, dat het moeilijk is om daar nog iets voor te voelen en niet tijdens de puberteit dat je ze liever kwijt dan rijp bent, maar bijvoorbeeld als ze nog heel klein zijn. Maar ook bijvoorbeeld het werk wordt dan onmogelijk, omdat je zelf denkt, ik kan ook helemaal niks. En bij de ernstige depressies is het ook soms zo dat bijvoorbeeld je zo overgenomen wordt door bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid, maar ook door vertraging, dat het echt niet lukt om het te doen. En dan hebben we het, als dat een behoorlijke tijd aanwezig is, over een depressieve stoornis. Dus daar gaat, over het geheel genomen, mijn lezing over. Nou, wil ik toch even zeggen, ik mag je wel een verhaaltje komen vertellen. Maar eigenlijk al het onderzoek wat ik vertel, doe ik dankzij een heel grote team aan allerlei mensen. Dit zijn bijvoorbeeld promovendi die keihard werken om
in de kleine details uit te zoeken van welke mechanismen zouden nou veranderbaar zijn, zodat we daar met nieuwe interventies ook kunnen komen tot lange termijn effecten die echt verschil uitmaken voor mensen in het dagelijks leven. Hier zitten ook wat wij dan noemen scientist petitioners tussen. Dat zijn klinici, psychiaters, psychologen, die naast hun klinische werk ook promotieonderzoek zijn gaan doen, of dat al hebben gedaan, maar onderzoek blijven doen, omdat zij het van groot belang vinden om dat wat ze horen van de mensen die zij behandelen, of de vragen die daar gesteld worden, zoals, hey, kan ik nu met mijn pillen stoppen of niet? Hoe zit dat nou eigenlijk? Om dat ook echt goed uit te gaan zoeken. En daarnaast zitten hier ook onderzoekers tussen, bijvoorbeeld epidemiologen, huisartsen, van alles en nog wat. En alleen met al die mensen is het mogelijk om dit soort onderzoek te doen. Dus ja, ik heb het eigenlijk super makkelijk. Ik hoef ze alleen maar een beetje te superviseren soms en zorgen dat er ook onderzoeksgeld binnenkomt. En daarnaast word ik in de afgelopen 20 jaar gesteund, ook door allerhande patiëntenorganisaties. Bijvoorbeeld in ons veld is dat de Depressievereniging, maar bijvoorbeeld ook Mind. En natuurlijk subsidiegevers. Goed. Wat ik zou willen gaan doen deze keer, en ik excuseer me, ik was een beetje in de war, is het nou Engels of Nederlands? Dus ik heb de slides in het Engels, maar ik praat in het Nederlands. Maar goed, in deze presentatie wil ik allereerst even stilstaan. Waarom is het nou belangrijk om überhaupt stil te staan bij mentale aandoeningen, bij veel voorkomende mentale aandoeningen? Waarom is het van belang om bij terugval stil te staan? En natuurlijk van, ja, om te kijken of we optimale aangrijpingspunten vinden voor interventies. Ik geef wat voorbeelden van interventies die we niet alleen ontwikkeld hebben, maar waarvan we ook gekeken hebben van, maakt dit nou echt verschil uit voor mensen zelf? En daarnaast zal ik wat gaan vertellen, maar waar gaat het nou ongeveer naartoe? Hoe kunnen we nou er naartoe bewegen dat je eigenlijk wat weerbaarder wordt? Of hoe kunnen we er naartoe bewegen dat we met z'n allen misschien wat weerbaarder kunnen worden? Nou, ik ga alvast verklappen, dat is niet zo heel eenvoudig. Dus ik zal proberen niet te veel zoete broodjes te verkopen, maar wel wat richtingen van onderzoek, niet alleen van mij, maar bijvoorbeeld ook internationaal. Goed. Waarom is dit nou zo'n urgent probleem? Nou, laten we nou nog eens eerst eens even beginnen in de tijd voor COVID. Dat weten jullie vast nog wel, 2019. Op dat moment was het wereldwijd al zo dat 970 miljoen mensen leven met een mentale aandoening. En nogmaals, een mentale aandoening is niet hetzelfde als dat je een beetje psychische problemen hebt, want die hebben we allemaal wel eens. Tenminste, de meeste van ons, dat je wel eens toch wat angstiger bent of wat gestrester, of dat je altijd heel negatief of hele enge gedachten hebt. Maar dit zijn de echte aandoeningen waardoor het eigenlijk heel moeilijk is om nog normaal te kunnen functioneren. Als je dat vertaalt naar hoeveel zijn het er nou, dan betekent dat dat in de wereld in 2019 één op de 8 mensen leeft met een mentale aandoening. De meest voorkomende mentale aandoeningen, dat zijn de depressieve stoornis, daar ga ik heel veel over praten vandaag, en de angststoornissen. Nou, angststoornissen is bijvoorbeeld een sociale angststoornis, dat je niet eigenlijk in de omgeving van anderen durft te zijn, en als je dat wel doet, dat je zo'n extreme angst hebt, dat je eigenlijk zo snel mogelijk weer weg wil komen. Of je hebt nog bijvoorbeeld de paniekstoornis. Dat je bijvoorbeeld aan de zijkant gaat zitten, want je wil elk moment weg kunnen gaan, want je bent bang dat je een paniekaanval krijgt. En die angst neemt je zo over, dat je denkt dat je eraan ten onder gaat. En er zijn eigenlijk meestal 2 varianten. Klinkt misschien een beetje oneerbiedig. Ten ondergaan is of dat je denkt, ik blijf erin, er gebeurt iets met mijn hart bijvoorbeeld. Of je denkt, ik verlies de controle en ik word hartstikke gek. Als ik daarover praat, denk je, wie denkt dat nou? Maar angst is heel primair. Ik heb bijvoorbeeld hoogtevrees. En ik zie dus hier, mijn man zit daar, maar ik weet dat we in Groningen waren en toen gingen we in zo'n reuzenrad. En ik dacht, met de kinderen, die waren nog klein, dan denk ik, ik moet het goede voorbeeld geven. Dus ik ging met hen het reuzenrad in. En dat reuzenrad, dat was een beetje harde wind,
kan ook zijn dat het niet zo was, maar dat het mijn angst was. En dat bleef een beetje stilstaan. Dat doen ze vaak. Hè? Als het boven, dan blijft het even stilstaan. Dat doen ze, want daaronder moeten mensen uit. En ik was zo angstig dat ik tegen mijn kinderen begon te schreeuwen. Stil zit en greep ze bij die dunne armpjes. En ik kneep ze zo lang fijn, dat ze nog 3 weken lang blauwe, paarse plekken hadden. Dat is wat angst doet. Ja, erg, hè? En daarna dacht ik ook van de beste behandeling overigens van angststoornis is blootstelling aan de angst. Niet vermijden. Als je een auto-ongeluk hebt gehad, hè, en je durft niet meer te rijden, wat is de beste manier? Blootstelling. Weer die auto in en gaan oefenen. Nou goed, dit heb ik niet opnieuw met de kinderen gedaan, want ik dacht, ja, ik weet niet of ik zo'n goed model ben. Ze zijn overigens niet angstig voor hoogte. Dus nou ja, goed. Maar goed, ik mag hier eigenlijk helemaal niet over praten. De belangrijkste boodschap is, wat zijn nou de veel voorkomende aandoeningen? Dat zijn angststoornissen en depressieve stoornissen. Als je die bij elkaar neemt, dan heb je eigenlijk de grote pups. Dit is bij ons zo in Nederland. Het is in andere westerse landen zo. Maar het is ook zo in lage- en middeninkomenslanden. Dus dit is geen rijke luis. Verwende kinderen, verwende ouders, verwende oudere ziekte. Dit is ook zo in lage- en middeninkomenslanden. Sterker nog, het grootste percentage van de mensen die suïcide plegen, die uit leven stappen, 70-80% is niet in de hoge inkomenslanden, maar in de lage- en middeninkomenslanden. Dus als er mensen zijn die zeggen, dat is een verwende toestand aandoeningen, dat is eigenlijk niet wat de prevalentie van aandoeningen laat zien. Nou goed, meest voorkomende. Ja, en dan hadden we natuurlijk COVID. En heel interessant, we hebben ze met de Global Burden of Disease, dat is een studie, die hebben ze over alle landen in de wereld gedaan. En dan hebben ze gekeken, wat is nou de belasting en de geschatte prevalentie van psychische aandoening. En wat bleek nou, in het eerste jaar van COVID was er meer dan 25% toename van het voorkomen van angststoornissen en depressie in het eerste jaar. De vraag is nu, blijft dat bestaan? Hè? Blijven we daar nog last van houden allemaal? Of verdampt dat gewoon? Er zijn mensen zo adaptief dat het verdampt? En daar, dat gaat een beetje heen en weer. Er zijn wat artikelen die laten zien, nou, het valt eigenlijk wel weer mee en het was eigenlijk een schatting en nu is het weer genormaliseerd. Maar er zijn ook weer artikelen, maar ook mensen die in de klinische praktijk werken, en dat doe ik zelf ook nog voor een stukje, die zeggen, nou, het is heel frappant, maar we zien nu nog steeds, bijvoorbeeld, veel meer jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan dan daarvoor. We hebben geen plek meer voor ze. En dit is niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zo. Maar het is natuurlijk heel moeilijk. In Nederland wordt dat tot nog toe zoiets naars als suïcidepogingen, hè, wat natuurlijk voorkomt als je last hebt van depressies. Dat wordt in Nederland nog niet goed gedocumenteerd. En dat is niet omdat bijvoorbeeld 1 in 3 suïcidepreventie niet goed hun werk doen, maar het is heel moeilijk vanwege allerlei data, protectie en veiligheid, dingen om dat te doen. Daar zijn ze wel mee bezig. De clue is, in 1 jaar zag je een enorme toename en de vraag is of het zich weer normaliseert. En ja, wij hebben een vermoeden dat het op de lange termijn nog zal dooretteren, om het zo te zeggen. En ik zal zo wel verder uitleggen hoe en wat. Goed, nou het goede nieuws is, we hebben eigenlijk wel effectieve behandelingen. En niet alleen maar psychologische of psychotherapeutische behandeling, maar we hebben bijvoorbeeld ook medicatie. En we hebben ook combinatiebehandelingen met medicatie, psychotherapie en medicatie. We hebben ook bijvoorbeeld bepaalde vormen van externe hersenstimulatie medicatie, dat heet RTMS. Nou, als je dat combineert met psychotherapie, lijkt dat ook wel een goed effect te hebben. We hebben nog wel wat meer studies nodig en we moeten nog wat meer weten of het ook op de lange termijn werkzaam is. Maar al met al, om en bij, de helft van de mensen reageren goed op de bestaande, zoals wij dat dan noemen, evidence-based behandelingen. Dan kan je denken de helft, maar de andere helft niet. Ja, binnen de geneeskunde is dat toch een aardig getal als je in gecontroleerde studies op de helft komt. Maar ik ben ook wel een zwartkijker. Ik
probeer ook in mijn onderzoeksteam of met mijn onderzoeksteam en zelfs met ons onderzoeksteam in het Centrum voor Urban Mental Health te kijken of we kunnen innoveren op een manier dat die effecten vergroten. En met name voor de groepen die onvoldoende hebben gereageerd op de bestaande behandelingen of de groepen waarvan we op voorhand al weten, die hebben een hele grote kans om een psychische aandoening te krijgen. Maar goed, dat is niet eenvoudig. Een ander probleem is nog wel dat de meeste van die interventies die richten zich op een persoon. Soms ook op het gezin daaromheen. Terwijl ja, je kan misschien ook wel bedenken van ja, hey, maar als in dat eerste jaar van COVID er zo'n enorme toename was van angst en depressie, dan is dat niet alleen een individueel probleem. He, dan zou je misschien ook kunnen kijken, hey, misschien moeten we wel iets in ons beleid anders gaan doen om te voorkomen dat mensen in zo'n benarde situatie komen, zoals bijvoorbeeld de lockdowns. Dat was niet helemaal te voorkomen, want niemand wist hoe daarmee om te gaan. Maar er waren wel hele grote verschillen. Bijvoorbeeld in Nederland gingen de scholen en universiteiten dicht. We konden maar met een paar mensen naar de begrafenis en al dat soort zaken. Maar in Zweden gebeurde dat niet. En je ziet ook in Zweden dat die toename van psychische aandoeningen veel minder aan de orde is. Dus wat wil ik hier nou mee zeggen? Heel veel behandelingen richten zich op het individu. Die zijn voor ongeveer de helft van de mensen effectief. Soms richt het zich op het gezin, maar er liggen wel ook kansen om wat meer breder te kijken. Van hoe kan je in de buurt, in de stad, in het dorp, maar ook landelijk gezien, zorgen dat mensen er zo bij zitten dat de kans wat minder groot is dat je vastloopt. Nou, een hele makkelijke, en dan hou ik er ook over op, dat is bijvoorbeeld het voorkomen van schulden. We weten namelijk, economische crisis gaat gepaard met een toename van psychische aandoeningen en ook een toename van het aantal mensen dat uit het leven stapt. En we weten ook dat zoiets als schulden een hele grote impact heeft op je stresssysteem. Sterker nog, je kan er ook heel moeilijk door nadenken en je krijgt er ook heel veel ruzie door als je niet meer weet of je het einde van de maand haalt. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Daar hebben we ook iets voor in Nederland. Dat heet schuldhulpsanering. Ik ga niet vragen wie daar ooit iets mee te maken heeft gehad. Maar ik zal alvast verklappen, dat is in Nederland nog niet eens zo moeilijk of niet zo makkelijk om daarvoor in aanmerking te komen. Dan moet je precies in het juiste vakje passen. Het moet niet te veel en te weinig zijn. Terwijl als je dat zou uitbreiden, als je die toegang tot schuldhulpsanering zou uitbreiden, dan dikke kans dat je daarmee ook echt wel psychische aandoening kan voorkomen en misschien zelfs behandelen. Of zoals het kabinet nu heeft, of de regering nu heeft besloten om een soort maximum aan die energieprijs te koppelen, althans voorlopig voor ons. Dat maakt toch dat de stress iets minder wordt. Wat wel een beetje jammer is, de mensen die misschien wel het hardste nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die niet eens een eigen huurhuis hebben, maar die moeten ergens onderhuren, die kunnen daar allemaal niet van profiteren. En die hebben het eigenlijk het hardste nodig. Maar goed, het is wel, daar wordt ook nu wel over nagedacht. Wat wil ik hier nou mee zeggen? Zeker goed om op de individu te richten, maar soms zijn er ook andere aangrijpingspunten die ook echt maken dat je stress vermindert en dat het gewoon beter met je gaat. Zoals het voorkomen van schulden door bijvoorbeeld de belasting wat te verlagen of het maatregel rond de energieprijs. Oké, we hebben heel veel nieuwe behandelingen gekregen, ook voor de behandeling van depressie. Overigens ook voor andere psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld, we hebben inmiddels allerlei vormen van e-health. Dan kan je met appjes of zelfs met chatbots internetbehandelingen krijgen die gepersonaliseerd zijn. Je hebt bijvoorbeeld externe hersenstimulatie. Dan krijg je zo'n ding op je kop. En dat lijkt ook wel wat te doen. We hebben heel veel verschillende vormen van psychotherapie gekregen. Bijvoorbeeld naast cognitieve gedragstherapie hebben we interpersoonlijke therapie, maar bijvoorbeeld ook acceptance en commitment therapie. En zo zijn er nog een heleboel. Maar wat heel vervelend is, al die nieuwe vormen, hoe leuk en spannend ze ook zijn, blijken in de end niet effectiever te zijn dan wat we al hadden. Ja,
Nou is dat wel fijn, hè? Want dan heb je een supermarkt en dan kan je een beetje kiezen wat het beste bij je past. Dus ik wil dat niet wegmaken. En we weten, als jij zelf invloed kan hebben op wat voor behandeling je krijgt, dat is al een deel van het effect, dus dat is heel mooi. Maar je wil natuurlijk wat meer. Goed, en dan zitten we met het probleem van terugval. We weten dat bij depressie, dat als je het al eens hebt gehad, dat ongeveer de helft krijgt het weer opnieuw terug. Als je het één keer hebt gehad. Dat is ontzettend vervelend. Dan ben je eindelijk blij dat je een stuk beter voelt. Dan moet je daar ook nog mee dealen. Ik doe hier al meer dan 20 jaar ook onderzoek naar. En ik behandel ook veel mensen met ernstige vormen van depressie. En ook terugkerende depressies, ook andere vormen van depressie. En dit is ook wel iets wat mensen zelf vaak beter weten dan soms de professionals. Die weten, oh ja, ik heb gewoon een kwetsbaarheid daar. We weten nu ook steeds meer dat dat niet alleen voor depressie is. We krijgen steeds meer aanwijzingen dat dat ook voor bepaalde angststoornissen zo is. En bijvoorbeeld bij verslaving weet iedereen, het is niet zo moeilijk om van het middel af te komen, de alcohol of zelfs cocaïne of wat dan ook. Maar het moeilijkste is om niet terug te vallen. Dat is het moeilijkste. Dus dat is die terugkeer. Dat is een lastig punt, maar uitgebreid bestudeerd bij depressie. Nou dachten we nog een tijdje, dat is alleen maar voor de 50-plussers een probleem. Maar voor de mensen die onder de 50 zijn, wij vonden helaas ook recent, dit samen met een promovende Suzanne Robberecht en anderen onderzocht, dat zelfs in de jongere groep, je al vindt dat er heel vaak al een terugkeer is. Dus de jongere groep tussen de 13 en 25 jaar, die al een keer een depressie heeft gehad, daarvan krijgt de helft binnen die leeftijdsperiode opnieuw een depressie. Dat vond ik toch nog wel verbazingwekkend. En dat is problematisch, want in die leeftijdsfase moet je veel. Hè? Je moet een opleiding zien te doen of af te maken. Je moet op de een of andere manier een huis zien te vinden. Dat is bijna onmogelijk op dit moment. Je moet vrienden maken. Je moet een relatie zoeken. Want dat zijn ook kritische periodes waarin dat moet gebeuren. Het kan ook nog wel later hoor, daar niet van. Maar het is wel belangrijk dat je daar al die vaardigheid opdoet. Bij angststoornissen valt bij die leeftijdsgroep tussen de 13 en 25... naar schatting ook de helft terug, maar dan over een lange periode van 4 jaar. En angststoornis is heel erg veel voorkomend op jongere leeftijd. En de depressie ontstaat een beetje zo net in de adolescentie, laat adolescentie. Dat komt ietsje later. Maar goed, dat zijn dus de twee meest voorkomende. Die komen vaak terug. Ja, om het nog wat ingewikkelder te maken, dan hou ik op met gezeur. Maar het is ook nog eens een keer zo dat depressie en angst komt heel veel samen voor. En het is ook vaak zo, als je bijvoorbeeld al een keer een angststoornis hebt gehad, ik zeg maar wat sociale angststoornis, en je durfde niet meer naar school of niet meer naar de universiteit, dan komt het en je knapt ervan op, dan komt het regelmatig voor dat je verderop in het leven een depressie krijgt. En andersom ook. Dus in die zin, mensen zijn in die zin helemaal niet logisch. Er zijn allemaal crossovers naar het een of het ander. En dat is voor mij precies de reden geweest dat ik heel lang geleden dacht, ik wil psychologie studeren. Dat is toch bijzonder fascinerend dat mensen denken, dat mensen logisch zijn. Dus ik wil dat proberen te begrijpen. Dat is heel, het blijft fascinerend, maar het is heel lastig om dat te begrijpen. Goed, voor mij althans. Ik heb nu wat gezegd over die urgentie. Komt veel voor, vaak ook terugval. Je ziet dat er ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn, zoals zo'n lockdown, scholen sluiten, pubs sluiten, cafés dicht, restaurants, weet ik veel wat. Dat ook een effect heeft op weer een toename van deze aandoeningen. En we hebben in principe effectieve behandelingen. Maar zijn die interventies eigenlijk wel duurzaam? Ja, dat is dus de vraag. Als dat zo vaak terugkomt, ook naar een succesvolle behandeling, ja,
dan kan je je afvragen, ja, zijn we niet alleen maar een lapje voor het bloeden aan het aanbieden? En ben je daarna weer terug bij af? Tenminste, ja, toevallig, ik heb een hele oude auto. En waarom heb ik nou zo'n hele oude auto? Ten eerste zijn ze natuurlijk heel duur om een nieuwe te kopen. Dus dat is ook, ben ik een beetje zuinig op dat vlak. Maar ook, ik heb een ontzettende hekel aan auto's kopen. En dat heeft ermee te maken dat ik begrijp die autodealers niet. Want die vertellen een heel verhaal en het is gewoon de helft klopt gewoon niet. Is helemaal niet waar. En mijn grootste angst is dat op het moment dat ik wegrij, dat er dan iets heel, dat er nog ja, een groot probleem is met de motor of wat dan ook. En dat je terugkomt dat ze zeiden, ja, garantie tot de voordeur. Hè? Dat is mijn grootste angst. Nou, en mijn punt is, bij de meeste behandelingen op dit moment is er te weinig garantie tot verder dan die voordeur. Hè, bijvoorbeeld antidepressiva, die werken wel, maar als je ze stopt te gebruiken, dan glij je onderuit. Nou is het wel zo dat dat iets te bout gesteld is, want als je een behoorlijke tijd opgeknapt bent en je overlegt het heel goed met je arts en je doet daar dan nog een bepaalde psychologische interventie bij, dan kan stoppen heel verantwoord zijn. Daar hebben we ook een studie naar gedaan, vertel ik zo meteen. Dus ik hou me altijd bezig met, is die garantie verder dan de voordeur? En goed. Een tijdje geleden, dat was zo rond 1999, er waren eigenlijk twee bewegingen. En het idee was, wat als je nou met psychotherapie begint, dus een psychologische interventie, op het moment dat het eigenlijk goed met je gaat, dat je al opgeknapt bent. En dat werd zowel gedaan door collega's in Engeland en Canada in samenwerking. Dat was mindfulness-based cognitieve therapie. En dat is een vorm van therapie waarbij je letterlijk gaat mediteren. Een bepaalde vorm van meditatie. En daarnaast ben ik toen aan de slag gegaan met een andere psychologische interventies, waarbij je niet gaat mediteren, maar waarbij je aan de slag gaat eigenlijk met jouw eigen gevoelsleven, maar ook met je patronen, je denkpatronen. En ik ga daar zo nog wat meer over vertellen. En beide benaderingen, die waren specifiek behandeld, of specifiek ontwikkeld om terugval te voorkomen bij mensen die opgeknapt waren. Ja? Beide overigens ongeveer 8 keer en binnen 8 weken. En daarna stopte het. Dat was het. En als jullie wat meer willen weten, ik had hier eventjes de website gezet. Daar staat wat meer informatie op www.voorkomdepressie.nl. Daar zit helemaal geen commercie achter of zo. Maar daar staan bijvoorbeeld ook allerlei verwijzingen naar artikelen. Als je denkt, ja, zit ze me daar wat op de mouw te spelden, dan kan je kijken. En als je nou het artikel zelf wil hebben, stuur gewoon een e-mail en je kan er niet in. Dan kan ik die artikelen zelf ook nog opsturen. Goed. Wat zit er nou precies in die preventieve cognitieve therapie? Ik noemde hem een training destijds, omdat ik dacht, ja, wie wil nou, als je je weer goed voelt, nog gaan lopen vroeten aan zichzelf, weer naar een therapeut toe? En ik dacht, ja, misschien moet ik een training noemen, want we hadden toen al best wel veel aanwijzingen dat als je eenmaal een depressie hebt gehad, is die kans op terugval heel groot. Maar als je al 2 of meer depressies hebt gehad, is die kans 70%. Heb je er 3 of meer gehad, is die kans 90% of hoger. Dus ja, dat is bijna een garantie dat je het terugkrijgt. Dus ik dacht, het is ook heel logisch om eens te kijken, kan je mensen wat meer, zeg maar, handvatten geven om zichzelf wat minder kwetsbaar te maken voor terugval door bijvoorbeeld de stressreactiviteit te veranderen. Nou, hoe gingen we dat nou doen? Ik heb dit gebaseerd op een bestaand theoretisch model van Beck. Hij is niet zo lang, op 100-jarige leeftijd overleden, Aaron T. Beck. En hij is de grondlegger van de cognitieve therapie. Maar ik heb dat uit de theorie gehaald, wat eigenlijk het meest relevant was voor kwetsbaarheid, mechanismen die kwetsbaarheid bepalen. En eentje, en dat schreef hij al in de jaren 60, dat zijn die onderliggende schema's of denkpatronen. En daarvan weten we, die denkpatronen, dat die inderdaad voorspellen verderop
of iemand een terugval krijgt of niet. En een voorbeeld van zo'n denkpatroon is bijvoorbeeld: in die end zullen ze zien dat ik een slecht mens ben. Of ik ben een loser. Of ik ben waardeloos. Of als ik niet perfect ben, ben ik waardeloos. Of in die end laat iedereen mij in de steek. Nou, de clue is, misschien heeft u zelf wel eens zo'n moment gehad dat dat even door uw hoofd schoot. Maar de clue is dat je dat niet de hele tijd denkt. Maar na herstel is het eigenlijk een soort pop-up die op je schermpje komt. Op het moment dat je bijvoorbeeld net even minder lekker in je vel zit. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je slecht geslapen hebt. Of dat je een griepje of hersteld bent van de COVID. Of dat er gedoe is om je heen. Bijvoorbeeld, bij mij is, ik begin weer over mijn auto, maar het is echt nu aan de hand. Vorige week moesten we auto parkeren, moesten naar Basel, en komen terug, deed die auto niet meer, bleek de katalysator onder de auto weggestolen te zijn. Tja, ja. Nou ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die zeggen dan meteen, oh, dan heb je een Toyota Prius. Ja, dat heb ik. Echt af, dan moet je dus niet om beginnen. Nou, anyhow. Maar dit is natuurlijk helemaal niks. Gelukkig bleek ik toch nog verzekerd en het komt allemaal wel weer goed. Het is een dagelijkse stressor. Een dagelijkse stressor. Maar zo'n dagelijkse stressor kan maken dat zo'n denkpatroon op een vermoeiend of een moeilijk moment omhoog komt. En wat is nou de clue? We weten die reactiviteit, dat hè, op basis van kleine dingen en of omdat je je minder goed voelt, dat inderdaad maakt dat je een hogere kans hebt om terug te vallen. Wat doen we nou in deze interventie? We gaan kijken, hey, nu het eigenlijk goed met je gaat, welke denkpatronen zijn er eigenlijk een rode draad die af en toe omhoog komen? Hè? En vervolgens ga je werken met specifieke uitdaagtechnieken om jezelf een beetje los te weken van dat vastgeroeste idee over jezelf. Nou, dat klinkt als hocus pocus, maar inmiddels hebben we daar ruim 20 jaar ervaring mee. En ik ga zo vertellen wat we inmiddels weten over de werkzaamheid daarvan. We gebruiken daar overigens ook positieve gevoelens bij. Dus we roepen positief gevoel op. En dat doen we omdat we weten dat als je positief gevoel daarbij oproept, dat de waarschijnlijkheid veel groter is dat het dan eigenlijk anders opgeslagen wordt in je hersenpan. Dus dat je eigenlijk een soort nieuwe betekenis kan gaan creëren. En daarbij gebruiken we ook, dat noemen wij verbeelding, dat je je eigenlijk imaginair voor de geest haalt hoe dat eruit ziet. Dat is eigenlijk heel spectaculair. Imaginair, dus verbeelden dat je bijvoorbeeld in plaats van een waardeloos persoon bent, een geweldig persoon bent, dat je er dus al voor je ziet en dan kom je hier binnenlopen en dan komt iemand naar je toe, oh jij bent die en die of het fantastisch is en zo. Terwijl het niet echt gebeurt, dat maakt al dat je in staat bent om jezelf een beetje los te maken van eigenlijk ingesleten negatieve denkpatronen. Daarnaast gaan we aan de slag met iets anders. Dat heet eigenlijk het is een soort hersentraining zou je kunnen zeggen, waarin we gaan werken aan het beter leren opslaan en terughalen van hele specifieke, positieve, autobiografische ervaringen. Nou, dit klinkt niet goed. Maar het komt er eigenlijk, het is eigenlijk iets heel simpels. We weten als je al eens depressies hebt gehad, dat je dan iets minder in staat bent om heel specifiek terug te halen als je iets fijns hebt meegemaakt of als je iets goeds hebt gedaan. En dat blijkt trainbaar. En dat is ook belangrijk, want dat helpt je ook weer in toekomstige situaties om je emoties onbewust eigenlijk beter te reguleren. En het helpt je ook bij probleemoplossende vermogens. En als je denkt, wat een geklets. Een concreet voorbeeld daarvan is, wie van jullie is wel eens op vakantie geweest? Ja? Oh, ja, leuk. Niet zoveel mensen. In Maastricht gaan ze niet op vakantie. Ja, oké. Maar wie van jullie heeft wel eens gehad dat je dus terugkwam van vakantie en je moest aan het werk of zo, of je moest allemaal dingen doen die je niet zo leuk vond, en dat je bijvoorbeeld een hele mooie foto neerzette of op je screenshaver, wie heeft dat wel eens gedaan? Dat je een herinnering hebt aan die vakantie.
En dat je, ja, nou, dat doen jullie heel erg goed, want dat reguleert je emotie. Dan kijk je er even naar en dan denk je, oh ja, hier, dit is waar het over gaat. Hè? Of je vindt het zelfs even weer heel fijn, die herinnering. Nou, en in feite wat je hierbij doet, is dat je eigenlijk beter leert opslaan allerlei positieve ervaringen die je gedurende de dag meemaakt, in detail op te slaan. En wij hebben aanwijzingen dat je daarmee dus je emoties op onbewust niveau eigenlijk wat beter kan reguleren. Met name de positieve emoties. En je zou kunnen denken, waarom is dat belangrijk? Inmiddels weten we bij depressie, het gaat helemaal niet over, alleen maar over dat je je rot voelt. Maar het gaat er ook over dat je heel weinig toegang hebt tot fijn gevoel. Dat maakt ook dat je niet kan voelen dat je van iemand houdt waar je normaal gesproken van houdt. Wat natuurlijk dramatisch is. En daarnaast maken we een specifiek preventieplan. Goed, allemaal een hoop gekletst, maar wat zegt nou eigenlijk de wetenschap? In de allereerste studie hebben we bekeken, hebben we op basis van toeval mensen die opgeknapt waren van terugkerende depressies, hè, want dan heb je een hoger risico op terugval, die hebben op basis van toeval kregen zij 8 keer, 8 weken... een groepstraining met deze interventies. En dat werd in dit geval door, nou zeg, voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, enkele psychiater gedaan. En de andere groep, die waren ook opgeknapt. En die kregen, ja, wat wij noemen reguliere zorg. En dat is meestal geen vorm van zorg, want je bent opgeknapt. Ja. En vervolgens hebben we gekeken van, oké, hoe gaat het nou met die mensen over 2 jaar heen? En onze hypothese was dat de mensen die die interventie kregen veel langer, zeg maar, depressievrij bleven dan de mensen die het niet kregen. Nou, en wat dit plaatje laat zien, dat is eigenlijk de periode dat mensen depressievrij zijn. En wat vonden we nou? Wij vonden dat die mensen die die training hadden gehad, 8 keer 8 weken daarna niks meer, over 2 jaar heen beduidend minder snel terugvielen, minder ernstig terugvielen, maar ook minder vaak terugvielen. Maar dat was alleen maar voor de mensen die al behoorlijk wat episodes hadden meegemaakt. Even uit mijn hoofd, ik dacht meer dan 5 of 5 of meer. Dus vooral voor de mensen die het eigenlijk het meest nodig hebben, want we weten, hoe meer depressie, hoe hoger het risico dat het terugkomt. Nou, we dachten, dat is op zich interessant en hoopgevend. Maar misschien is dat effect, want ja, ik heb altijd dat idee van met die tweedehands auto, dan ga ik de deur uit en dan is het ding kapot en dan kan ik niet meer. Dus we dachten, misschien na 2 jaar en een dag is het effect weg. Want hoe lang kan dat nou werken? Want je krijgt daarna geen behandeling meer. 8 weken, 8 keer. Toen hebben we vervolgens 10 jaar follow-up gedaan. En we hebben inmiddels ook 20 jaar follow-up gedaan. En nogmaals, de helft kreeg op basis van toeval deze training en de andere helft niet. En wat vonden we nou? We vonden zelfs over 20 jaar dat de mensen die destijds die training hadden gehad, een veel langere tijd tot terugval hadden. Dat was gemiddeld rond de 4,8 jaar. Terwijl de mensen die het niet hadden gehad, daar was de tijd tot terugval 1,6 jaar. Maar daarnaast vonden we ook dat er 53% minder terugvallen waren over die 20 jaar als je die preventieve cognitieve therapie hadden gehad. En dit is onderzocht door Amanda Legemaat. Staat hier onder review, maar die is inmiddels geaccepteerd voor publicatie in Psychotherapy en Psychosomatics. Kunnen we dus inmiddels ook opsturen. Nou kan je denken, ja, hartstikke leuk, maar dan moet je toch weer naar de therapeut. Kan het niet anders? Toen heb ik ook een zelfhulpboekje geschreven samen met Evelien van Valen. Die komt trouwens uit Maastricht. Dus het is gewoon een link met Maastricht. Met haar hebben we dit boekje geschreven tussen dip en droom. En dat is gebaseerd op dezelfde ingrediënten. En toen zijn we dan samen met een huisarts in opleiding onderzoek gaan doen naar het effect van dit zelfhulpboekje dat begeleid werd door een praktijkondersteuner van de huisarts. En daarbij de helft kreeg het random. Hè, dus de helft kreeg het wel en de andere kreeg het niet. En wat vonden we daar nou over een jaar heen? Dat het terugvalpercentage ook beduidend lager was. Maar ook dat de kwaliteit van leven van mensen in het dagelijks leven beduidend beter was. Dus hier zat
wel wat in. En dit was ook bij mensen die maar één depressie hadden gehad. Dus niet alleen maar bij mensen die heel veel depressies hebben gehad. Toen dachten we, ja, maar er zijn heel veel mensen die krijgen al psychotherapie als ze een depressie hebben gehad. Gewoon op het moment dat het heel slecht met je gaat. En de meest onderzochte en de meest gegeven therapie is cognitieve gedragstherapie. En dat is helemaal niet zo raar, want wat blijkt nou, als je cognitieve gedragstherapie hebt gehad tijdens de behandeling van een depressie, dan ben je daarna beter beschermd tegen terugval dan wanneer je pillen krijgt en je stopt het na herstel. Dus wat wil ik je nou mee zeggen? Het heeft dus een profilactisch effect. Dus ook na het stoppen van de therapie ben je wat beter beschermd. Dus toen dacht ik, en dit was trouwens gewoon een vraag van een patiënt van mij, heeft het voor mij nog zin als ik cognitieve gedragstherapie heb gehad tijdens de behandeling? Dat, ja, dan moeten we dat maar onderzoeken. En gelukkig was Margot de jongen net zo enthousiast om dat te doen. Die heeft het onderzoek onder supervisie uitgevoerd. En wat vonden we? Inderdaad, zelfs als je cognitieve gedragstherapie hebt gehad voor de behandeling van je depressie, als je dan nog 8 keer preventieve cognitieve therapie krijgt in 8 weken, dat reduceert je terugvalrisico toch nog significant. Dus dat heeft echt zin. Nou, we hebben ook gekeken wat als we het nou in een internetpakket zetten. Hè, want heel veel dingen worden tegenwoordig vertaald naar internet en dan heb je een geautomatiseerde respons. Wie van jullie heeft wel eens een beetje zitten spelen op het internet en dan vul je dingetjes in en dan zeggen ze, nou, misschien is dit goed voor u of is dit goed. Wie heeft zoiets wel eens gedaan? Maakt niet uit waarvoor. Ja, precies. Hebben we ook gedaan samen met het Trimbos Instituut. Het zag er allemaal super fancy uit met allemaal filmpjes. En je kreeg gepersonaliseerde feedback. Oh, 3 jaar mee bezig geweest. Eigenlijk heel veel in de avonduren. Mijn man die heeft nu nog een hekel aan mij dat ik zo van het werk was. Maar goed, de clue is, werkt het nou echt? Nou, dat hebben we onderzocht. Dit is een grafiek met 2 lijnen die zo goed als over elkaar liggen. Alleen in het begin zie je iets van een verschil. De clue is, het werkt niet. Het is niet effectief. Ah. Nou, dat, mijn oor is ook niet effectief. Ja. Ja, dank. Niet effectief. Dus aanbieden via internet is niet effectief. Er zijn in Nederland ook geen effectieve interventies die terugval voorkomen. Ook al worden ze aangeboden, dat is niet onderzocht en waarschijnlijk zijn ze ook niet effectief. Dus dat moeten we vooral niet doen, hoe fancy ze er ook uitzien. Filmpjes of niet, niet doen. Nou ja, toen waren patiënten die zeiden, nou wat nou, als ik het gewoon, kan ik nou eigenlijk met pillen stoppen? In plaats van, hè, kan ik niet gewoon die preventieve cognitieve therapie krijgen, dan kan ik met mijn pillen stoppen. Want heel veel mensen willen graag stoppen met pillen. In dit geval antidepressiva. En weer andere mensen zeiden, heeft het ook zin als ik het bovenop de pillen geef? En belangrijk is om te weten, het doorslikken van antidepressiva naar herstel is de meest gebruikte methode om terugval te voorkomen. En dat is niet helemaal raar, want er is best aardig wat bewijs dat dat je risico vermindert op terugval. Is ook wel weer discussie over geweest, maar dit is wel, als je kijkt naar de internationale richtlijnen en nationale richtlijnen, is dat toch wel de consensus dat het echt wel beschermt. Dus je kunt ook niet zomaar adviseren, nou stop hem maar mee of doe er wat bovenop. Nou, om dat te kunnen bestuderen, moet je een studie gaan doen. Dan raad ik iedereen af, dit was een studie waarin we niet 2 groepen hadden, maar 3 groepen. Iedereen die antidepressiva gebruikte en terugkerende depressie had, daarvan zeggen ze in de meeste gevallen, blijf die pillen maar doorslikken. En voor al die mensen hebben wij gezegd, nou, ik denk dat het zo beter te verstaan, ik hou hem wel even vast. Hebben we gezegd, nou, ben je bereid om al dan niet de pillen door te slikken, de pillen te stoppen of af te bouwen en dan krijg je preventieve cognitieve therapie. Of je slikt de pillen door en dan krijg je er bovenop nog preventieve cognitieve therapie. Nou, dit zijn de resultaten. Dit is in Lancet Psychiatry gepubliceerd. En eigenlijk, dit is een ingewikkelde grafiek, maar het geeft over 15 maanden tot 2 jaar aan weer het risico op terugval. En hoe lager de lijn, hoe beter. En wat zie je hier nu? De mensen die die pillen doorslikken en daarbovenop 8 keer preventieve cognitieve therapie krijgen, die doen het allerbeste. Dat is echt superieur.
Daarvoor gold dat de risicoreductie 41% is. En dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk groot. Daarnaast zie je die twee lijnen zo goed, die blauwe en die rode, die liggen zo goed mogelijk op elkaar. De blauwe, dat zijn de mensen die de pillen onder begeleiding van een dokter of een psychiater gingen afbouwen. En die kregen die preventieve cognitieve therapie. En je ziet daar in het begin, helemaal hier in het begin, de eerste 4-5 maanden, dat die mensen wel een beetje uit balans zijn. Maar als je dan gewoon volhoudt, dan zie je eigenlijk dat de mensen die de pillen afbouwen en preventieve cognitieve therapie krijgen, die doen niet onder voor de mensen die de pillen doorslikken. Oftewel, ik moet het eigenlijk andersom zeggen, die pillen die waren niet superieur, niet beter dan het afbouwen van de pillen en je kreeg preventieve cognitieve therapie. Oké, dit is best wel ingewikkeld, want er zijn 3 armen, dus dat betekent dat je verschillende resultaten hebt. En ik wil nog even benoemen, het was voor heel veel mensen niet mogelijk om die pillen af te bouwen. Ongeveer 60% was in staat binnen een half jaar die pillen ook af te bouwen. Dan kan je zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, dan zie je hele grote verschillen tussen. Er waren mensen die konden dat gewoon in een paar weken doen. En anderen hadden daar heel veel last van en heel veel begeleiding mee nodig. En weer anderen kregen het niet voor elkaar. En dat komt niet omdat ze gek zijn, absoluut niet. Maar het is heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, je kan, als je pillen, die antidepressieve afbouwt, kun je dezelfde verschijnselen krijgen als misschien kun je verschijnselen krijgen die eigenlijk een soort onttrekking zijn, die heel erg lijken op terugval. Dus dan weet je eigenlijk niet zo goed, ben ik nou weer terug aan het vallen? Of komt dit omdat mijn lichaam moet wennen dat dat stofje er niet meer is? En dat kunnen de dokters ook niet zo goed, want daar weten we nog, dat kunnen we nog niet zo goed onderscheiden. Daar loopt nu wel onderzoek naar. Maar goed, ben ik stiekem verder gegaan? Nee, dat is prima. Je kunt weer terug deze microfoon praten, ook niet vasthouden, is misschien makkelijker. Oké, nou dan ga ik hier staan. Yes, ja, dankjewel. Misschien hem zelf losmaken, dat haar uittrekken. Yes, yes, super. Dankjewel. Nou, dan ga ik even hier staan. Lijkt meteen wat formeler. Ja. Nou, maar goed, dus goed onthouden. Het is toch zo dat we echt vonden dat de mensen die de pillen doorslikken en 8 keer preventieve cognitieve therapie, die deden het allerbeste. Lage risicoreductie, maar ook het aantal keren als mensen toch terugvallen was veel lager, 37% lager. En dit is overigens voor mindfulness. Weet u misschien nog, die behandeling waarbij je dus ook mediteert, niet gevonden. Dat is onderzocht toevallig ook in Nederland en daar vonden ze geen effect van mindfulness-based cognitieve therapie als je die toevoegt aan het doorslikken van de pillen, ten opzichte van pillen alleen. Het heeft dus geen aanvullend effect voor de mensen die de pillen doorslikken. Dat is anders voor het stoppen. We vinden dat als dat antidepressiva het niet beter doen dan het afbouwen met de preventieve cognitieve therapie. En dat is ook voor mindfulness gevonden. Dus daar heb je wel wat te kiezen. Er was 1 studie in Nederland die vond dat niet voor mindfulness. Maar als je alles bij elkaar vindt, dan vind je toch dat mindfulness-based cognitieve therapie en preventieve therapie ongeveer even effectief is als het doorslikken van pillen. Maar dat is wel echt voor de mensen die echt zeggen, nou, ik wil echt van die pillen af. Want de combinatie met preventieve cognitieve therapie, zoals wij gevonden hebben, doet het nou eenmaal beter. Nou, goed. Toen hebben we ook nog bekeken, wat werkt nou voor wie het beste? Want je wil eigenlijk helemaal niet weten wat is voor de groep het beste. Je wil weten wat is voor mij het beste of wat is voor mijn patiënt het beste. Nou, dat kan tegenwoordig door alle individuele data van alle studies in de wereld op te vragen. Het is een heel gedoe, dat duurt een paar jaar voordat je die bij elkaar hebt. Maar dankzij de collega's internationaal, ook op het gebied van mindfulness en van ons, hebben we dat kunnen doen met Josephine Breedveld. En wat vonden we? Dat er echt een keuze is. Als mensen echt willen stoppen met de pillen, dan moeten ze dat altijd samen met een dokter of een psychiater doen. Nooit zomaar in 1 keer bamboem doen. Dat is punt 1. Maar ook de mensen die een hoog risico hebben op terugval, die lijken niet beter op het doorslikken van pillen te reageren dan of op mindfulness of op preventieve cognitieve therapie.
wel belangrijk om te weten dat we het hier hebben over unipolaire depressie. Dus de bipolaire depressie, dat heet eigenlijk manisch depressiviteit, dat je wel eens een manie hebt of dat is een heel ander verhaal. Dit is echt voor de mensen die terugkerende depressies hebben, maar niet manische episodes. Dit is ook niet voor de mensen die wel eens een psychotische depressie hebben. Dan heb je eigenlijk in je depressie heb je geen realiteitstoetsing meer. En daar weten we het nog niet van. Daar hebben we het niet voor kunnen onderzoeken. Goed, ik heb een hoop gekletst. Laten we eens kijken. Ja, ik kom eigenlijk langzamerhand bij een opsomming van al dat geklets. Laten we eens even zien. Gaat dit nog goed? Ja, gaat wel goed. Nou, jullie zijn wel heel aandachtig nog aan het luisteren. Nog niet eens aan het knikkenbollen. Dat vind ik al heel wat. Dat had ik zeker wel gedaan op dit moment van de avond. Maar goed, even samenvattend. Wat vinden we nou? Nou, het is toch fascinerend. Een bepaalde vorm van praten met specifieke technieken leidt echt te leiden tot duurzame effecten. En die gaan verder dan de voorduur. Dan een paar maanden nadat je gestopt bent. Wij vinden zelfs effecten tot aan 20 jaar aan toe. We vinden het, bij alle andere studies hebben we niet zo lang kunnen vervolgen. Daar krijgen we simpelweg geen subsidie voor om mensen zo lang te vragen hoe het, we hebben een systematische manier te bekijken hoe het gaat. Maar ook in de andere studies vinden we eigenlijk hetzelfde consistente patroon. Bijvoorbeeld na psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, vinden we dat effect. We vinden dat bovenop antidepressiva. We vinden dat in de eerste lijn, ondersteund door de praktijk ondersteunen, dat zelfhulpboekje. Ook bij mensen die maar één keer depressief zijn geweest. En we vinden dat als mensen echt willen stoppen met antidepressiva, dat het raadzaam is om ofwel preventieve cognitieve therapie ofwel mindfulness-based cognitieve therapie te doen met die specifieke vorm van meditatie. Omdat dan je risico niet hoger is op terugval dan wanneer je de pillen doorslikt. We vinden geen effect als je het via het internet aanbiedt. Dus dat zou ik echt afraden. Nou goed, dat is een hoop gedoe. Maar ik denk wel een duidelijke boodschap. In ieder geval een boodschap dat die specifieke interventies echt lange termijn effecten hebben. En we hebben overigens, dit heb ik nu niet opgenomen, maar oh, ik kan niet meer weglopen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de hersenen gekeken. Van wat verandert er nou eigenlijk in de hersenen als mensen deze interventie hebben gehad? Er zijn mensen met hulp, dat is door Marie-José van Tol, een neurowetenschapper, onderzocht in Groningen in samenwerking ook met ons. En zij heeft bij mensen een hersenscan afgenomen voordat ze deze interventie kregen en daarna. En dat heeft ze vergeleken met mensen die het niet kregen. En zij vond dat met name de mensen die deze interventie hebben gehad, een volledig, nou ja, echte aanwijzing, dat ook in de hersenen zie je dat terug, de positieve emotieregulatie echt veranderd is. Wij vonden daarnaast ook dat mensen die deze interventie hebben gehad, dat ze minder gevoelig zijn voor dagelijkse stress. En dat is heel belangrijk, want dagelijkse stress is een risicofactor voor terugval. Dan denk je, waar heb je het over met dagelijkse stress? Dat is bijvoorbeeld die katalysator. Dan vind ik dat best wel een groot stress, hoor. Die is in één keer weg. Dan heb je geen auto. Maar bijvoorbeeld ook dat je een lekke band hebt. Gewoon kleine dingen waar je niet echt op kan voorbereiden. Die gebeuren in één. En dat zijn risicofactoren. Als mensen deze interventie hebben gehad, is dit geen risicofactor meer voor terugval. En terwijl het wel zo is voor de controlegroep. Dus het doet ook iets met je stressreactiviteit. Goed, waar gaan we dan naartoe? Je zou kunnen zeggen, je begint negatief. Dan zeg je van, oké, we hebben goede duurzame effecten. Maar als je alles met elkaar bekijkt, dan zie je toch nog steeds wel dat het terugvalpercentage toch nog hoger is dan we willen. En er zijn eigenlijk maar weinig mensen die deze behandelingen krijgen. Hier wordt ook over geklaagd, overigens, door de depressievereniging, door de patiëntenvereniging en zo. Maar het is ook zo, we weten dat er zijn zoveel mensen die
lastig, die kampen met depressies. Dat je ook snapt dat er eigenlijk ook heel weinig mensen zijn die uiteindelijk zo'n psychotherapeutische interventie krijgen. Dus we moeten ook gaan kijken hoe kunnen we vernieuwen, zodat mensen het wat makkelijker kunnen krijgen. Kunnen we het nou beter doen? Nou, er zijn twee bewegingen waar we nu met veel mensen mee aan het werk zijn, maar dat zie je ook wel in ons veld als algeheel. De ene is personalisatie. En personalisatie betekent eigenlijk dat je probeert te kijken, kun je voorspellen dat het voor de ene met bepaalde kenmerken beter is om deze behandeling te krijgen en de ander reageert misschien beter op een ander. Dat is iets waar we nu mee bezig zijn. En een tweede is, wat nou als we niet alleen maar op die leefregels en die emotieregulatie zitten, maar dat we bijvoorbeeld ook iets anders aangrijpen. Misschien als je dat tegelijkertijd doet, is het gewoon veel effectiever. Nou, we zijn nu bezig om te gaan bestuderen, wat zijn dan de mechanismen op grond waarvan je dan kan personaliseren. Nou, dit is bijvoorbeeld iets wat we doen. Dan krijgen mensen een appje en dan moeten ze meerdere keren om de dag bijhouden hoe ze zich voelen, wat ze meemaken. Dat wordt heel veel nu gedaan binnen ons veld. Daar zijn we niet uniek in. Het is wel zo dat we dit, nou, het is in 2002, nou, het is ruim 10 jaar geleden dat we dit zijn gaan verzamelen. En wat proberen we daar nou uit te zoeken? Kan je misschien per persoon een soort eigen modelletje maken? Dit is een voorbeeld van één persoon. En daar kan je dan kijken hoe bijvoorbeeld schuld leidt tot angst en dat angst weer leidt tot angst en schuld. Dus dan kan je kijken wat staat er nou het meest centraal en waar zou je misschien het beste op kunnen aangrijpen. Nou, ik kan jullie alvast verklappen, er is een artikel, hebben we net gesubmit. We kunnen daar geen chocola van maken. Dat is een interessante beweegrichting. Maar er zijn nog heel veel meteorologische problemen. Dus we kunnen eigenlijk nog niet zo. We zijn nog niet zo ver om goed te kunnen kijken of we daar nou zo zeker de verbetering van de behandeling kunnen krijgen. Er is wel een andere vorm van personalisatie. En dat is dat we dit gebruiken om eigenlijk een persoonlijk modelletje te maken. Dus dit is ook weer één persoon. En die heeft dan over een paar weken bijgehouden hoe die zich voelt. En wat blijkt nou bijvoorbeeld dat er wel heel veel lijnen lopen van somberheid, naar bijvoorbeeld eenzaamheid, hè, hoe somberder, hoe minder positief effect, maar ook naar angst. Hè. En wat je dan kan gaan doen is dat je gaat kijken van nou bijvoorbeeld als die angst nou zo vaak voorkomt, weet je wat, en ook als het te maken heeft met vermijding, weet je wat, dan krijgt hij daarna een behandeling, dit is een app-based behandeling met een appje, die met name aan de slag gaat om die vermijding te verminderen. In dit geval is dat deze, exposure. Terwijl als bijvoorbeeld slaap heel centraal staat, nou dan krijg je een behandeling gericht op slaap. En in dit geval krijg je dat niet alleen maar via de app, maar je krijgt dan ook begeleiding van iemand die het zelf ook heeft meegemaakt. In dit geval is het een project dat die studie loopt nu, dat heet de Stay Fine studie. En dit doen we bij jongeren tussen de 13 en 21, want die staan wel open voor allerlei apps op je telefoon. Hè, dus wat is nou de toekomst? Nou, in ieder geval de toekomst is om te onderzoeken, om te kijken of je misschien op basis van allerlei kenmerken, de een bijvoorbeeld een slaapbehandeling geeft en de ander wat anders. En misschien is het dan zo dat het effectiever is. Dat het, is dat nou ook zo, vragen jullie mij? Ik kijk mij aan, wat ben je godsnaam doen? Dat klopt. Dat weten we dus nog niet. Er wordt een hoop over gekletst. Maar er is eigenlijk nog geen overtuigend bewijs dat dat echt zo is. Dus dat zijn we aan het uitzoeken met z'n allen. Wij doen dat nu in de Stay Fine bij terugvalpreventie. En het duurt nog een paar jaar voordat we het antwoord hebben. Maar in de wereld en in Nederland vindt er nu heel veel van dit soort onderzoek plaats. Het is wel logisch, toch? Een logisch idee. Dat als je meer last hebt van slaapproblemen en piekeren, dan ga je daar oprichten en dan werkt het beter. Terwijl als een ander vooral heel veel angsten heeft en aan het vermijden heeft, dan ga je daarmee aan de slag. Maar of dat echt beter werkt, dat weten we niet. En beter dan hoe we het nu al doen in de klinische praktijk. Dus toch eventjes afwachten. Oké.
Daar is trouwens nog steeds, mochten jullie mensen kennen, dit gaat over jongeren die al een angststoornis of een depressieve stoornis hebben gehad, maar opgeknapt zijn of zo goed, er is nog steeds mogelijkheid om mee te doen. Daarnaast, dat is een voorbeeld van wat we dan noemen multimodale interventie. Wat als we nou twee vliegen in één klap weten te raken? En wat we doen hier is dan zeggen we van nou, we gaan niet alleen die preventieve cognitieve training doen, waar wij aan de slag gaan met die denkpatronen, hè, dat je van die pop-ups en dat je in één keer denkt, zie je wel, ze zullen wel denken, ik ben een loser. Of dat je af en toe plotseling denkt, zie je wel, ik ben geboren voor het ongeluk. Daar gaan we mee aan de slag. Maar tegelijkertijd gaan we ook het geheugen trainen, doen we een hersentraining. En waarom? Nou, bijvoorbeeld, wie kent EMDR? Ja, dat is een traumabehandeling. En bij die traumabehandeling, wat doe je? Je gaat niet alleen, wordt niet alleen blootgesteld aan dat wat is overkomen tijdens het trauma. Hè? Dus de blootstelling aan het nare wat je is overkomen. Maar dan ga je ook bijvoorbeeld met oogbewegingen doen. En de meest gehanteerde verklaring waarom dat goed zou werken op die manier is omdat je door die oogbewegingen doen je werkgeheugen ook belast. Precies. Nou, eigenlijk gaan wij hier een stapje verder. Wij gaan niet alleen het werkgeheugen belasten, maar we gaan allerlei verschillende vormen van geheugen trainen. En dat doen we met computertaakjes. Dus even kijken of ik dat gewoon zo aan kan zetten. Nou, je moet dan hier, je krijgt een bepaalde opdracht en dan moet je gewoon het juiste dingetje moet je de kop indrukken, daar komt het op neer. Het is eigenlijk best wel leuk om te doen. Het is gewoon een serious game, zoals we dat noemen. Gewoon een computergame. Maar de grap is, als je dat doet, dan kan je daarmee best wel op een goede manier je geheugen trainen. Nou, je hebt je er nog zin in, dan moet je de juiste dingen in het juiste zakje doen. Dan zijn we helemaal niet bezig met wat er nou in je zielenroels, wat er in je omgaat, klopt? Maar dit is dus een voorbeeld van een heel ander mechanisme. Wat je traint, dat krijgen mensen, wat is het, 3 of 5 keer per week moeten ze dit oefenen. En tegelijkertijd gaan we aan de slag met die emotionele denkpatronen. Nou, en wat we nu aan het onderzoeken zijn, of dat misschien werkzaam is om mensen die eigenlijk weliswaar goed reageren op een behandeling, maar toch nog veel klachten hebben, die niet verder komen dan gedeeltelijk herstel. We gaan nu kijken of als je die beide dingen aangrijpt, of je dan misschien kan komen tot geheel herstel. Want we weten ongeveer 20-30% van de mensen komen niet verder dan gedeeltelijk herstel. Dus dan heb je best nog aardig wat klachten, maar tegelijkertijd ben je best wel dankbaar dat je al een heel stuk verbeterd bent. En wij vinden dat toch onacceptabel om dat zo te laten, want gedeeltelijk herstel is ook een voorspeller van terugval. En dat het ook best wel snel weer terugkomt. Gemiddeld zo binnen een maand of 4. Dus dan proberen we die 2 dingen aan te grijpen en kijken we of we dan toch nog een effectieve behandeling vinden. Nou, dit loopt nog, mocht u interesse hebben of iemand weten die daar interesse in heeft. Dit kan vanuit heel Nederland aangeboden worden. Goed. Ik had net al een heleboel dingen opgesomd. Aanwijzingen voor duurzame effecten, in dit geval van psychologische interventies. En ook als je het combineert, hè, bijvoorbeeld met antidepressiva. En het kan zo zijn dat die personalisatiestudies, hè, met bijvoorbeeld apps en allerlei andere dingen, dat tot effectievere behandelingen leidt. Omdat je dan wat meer, zeg maar, intune op de mechanismen die bij de persoon precies misschien op dit moment een probleem zijn. Maar we moeten afwachten of dat echt zo is. We hebben echt dat onderzoek nog nodig. Tot dusver moeten we daar voorzichtig in zijn. En het kan ook zijn dat we de muziek wel in zit door verschillende dingen tegelijk aan te grijpen. En daar loopt het nodige onderzoek naar. En ik ben daar nu mee bezig met natuurlijk weer het hele team. Om te kijken of we dat gedeeltelijk herstel kunnen terugbrengen tot geheel herstel. Jullie zijn extreem geduldig geweest. Ze zitten er helemaal doorheen. Ik wil jullie van harte danken. En natuurlijk iedereen die heeft meegedaan aan deze studies. En die eindeloos maar weer bezig is geweest om allerlei interviews over zich heen te laten komen. En vragenlijsten
ook de hele onderzoeksgroep en natuurlijk het Centrum voor Urban Mental Health, waar ik nu eigenlijk niet echt over heb verteld. Maar wie weet kom ik dat een ander keertje doen. Dank.